Op 14 oktober 2013 wordt Linda Minte zwaar gewond in haar woning gevonden. Haar tweeling van 5 lag boven te slapen op het moment van de moord. Meteen al wijst de echtgenoot van Linda in de richting van de familie D. Die zou uit wraak hebben gehandeld na een overval op de woning van verdachten. Een en ander speelde zich af in het Venlose drugsmilieu. Tijdens de zitting vandaag komt het OM met wat lijkt op een sterk verhaal. De verdachte was op het moment van de moord dicht bij de woning en hij had een motief. Opzettelijk heeft verdachte en met voorbedachte raden mevrouw Minte van het leven beroofd. Diezelfde avond laat D zich door zijn neef naar Eindhoven brengen. De volgende ochtend vertrekt hij naar zijn vader in Turkije. De meest belastende verklaring is afgelegd door de neef van de verdachte. Op die dag van de moord, op weg naar Eindhoven, zou de verdachte 2 telefoons uit de auto hebben gegooid. Hij zou zijn kleren hebben uitgetrokken en in een container hebben gestopt. Hij had er nog andere kleren onderaan. Hij zou hebben gezegd waar hij het wapen zou hebben verstopt. En hij zou zelfs hebben toegegeven dat hij de vrouw heeft vermoord. Zijn neef legt die verklaringen pas weken later af bij de politie. Het is wel zo dat ze beiden in die omgeving zijn geweest, die avond, die vroege avond, en later op L1 iets gezien hebben. En dat vervolgens is dat allemaal gaan werken. En wekenlang is dat doorgaan werken en dat heeft geleid tot een aantal verklaringen. En er is nergens een direct bewijs dat D de trekker heeft overgehaald. De advocaat van D kwam met een heel ander scenario. Eigenlijk is pas in maart van dit jaar gebleken dat er veel meer nog ondergrond zit bij dat scenario, omdat toen de getuigen zijn gehoord, die met name als eerste daar aankwamen in die woning, en die hebben wel heel uitdrukkelijk verklaard hoe de gang van zaken is geweest. Dat zou dan te maken hebben met een afrekening in het drugsmilieu, vanwege een grote schuld die de echtgenote van Linda Minte zou hebben. Zij werd slachtoffer in plaats van haar man, volgens dat scenario. En de rechter is de taak om tot een oordeel te komen. Over 2 weken weten we meer.